Goedemiddag. Ik ben vandaag een expressieve bui. Dus ik wil u op een expressieve manier gaan tekenen. Dus of u met uw gezicht die kant aan het raam, dat het dan het zonlicht afkomt en dat ik dan de omgeving erbij schilder. Vindt u dat goed? Ja, dat is een prima idee. Dan gaan we beginnen. Ik begin gewoon met de basics. De basics ga ik als eerste doen. De basics komen eerst. Zo, meneer de Graaf. Bent u nog van plan om op vakantie te gaan dit jaar? Ja. Dan staan we met mijn familie naar Frankrijk. Goh, wat leuk. Wat gaat u daar allemaal doen? Ja, genieten van het zonnetje hopelijk en lekker eten. Ja. Fijn zeg. Fijn voor u. Wilt u ook dat ik op een bepaalde manier uw gezichtsuitdrukking naar voren laat komen in het schilderij? Of heeft u daar geen voorkeur voor? Op wat voor manier bedoelt u? Nou, bijvoorbeeld dat ik uw gezicht geel maak van jaloezie of rood van woede, bijvoorbeeld. Ja, en alles oké. Okay. Heel goed, meneer de Graaf. Wat heeft u wel nodig natuurlijk op zo'n vakantie naar Frankrijk? Ik ga nu uitvergroten. Vindt u dat goed? Ja. Oké, heel goed. Ach, wat voel ik me vrij bij u. Wat heeft u ook een mooie omgeving gekozen voor het schilderij? Zo in uw eigen school, waar u zich vrij voelt als een vogel, als een vis in het water, om zo maar te zeggen. Vind ik een goede keus. Ja. Ja, mooi hoor. Mooi. Oké, meneer de Graaf, ik denk dat we al klaar zijn. Wilt u het eindresultaat zien? Ja, graag. Dit is het eindresultaat. Ja, dat is mooi geworden. Ja. Hij wil graag op een expressieve manier getekend worden, dus waar ik mee begin meestal is met de schaduw om de persoon heen. Ik begin meestal met het tekenen van de schaduw om de persoon heen. Zoals je ziet doe ik dat met strepen. Dat doe ik op een bepaalde manier, zoals je ziet over elkaar heen getrokken, zodat de schaduw zo natuurlijk mogelijk lijkt. Dat doe ik ook aan de andere kant. Zoals je ziet komt er een soort oes om de persoon die getekend gaat worden heen. Er komt een oes waarvan je denkt van, er zit expressie in dit schilderij. En dat is wat mensen willen zien. Dat is ook wat meneer de Graaf wil zien. Dan begin ik met de basics. Bijvoorbeeld met het bankje waarop meneer de Graaf zit. Dat doe ik dan eens met een streep, want dat moet natuurlijk wel een schets worden. Zoals je ziet zie je drie strepen op het schilderij verschijnen. Heel mooi gemaakt allemaal. Dan doe ik meestal van onderaf beginnen. Dus bij de voeten, bij de benen, zoiets. Nou, zoals je ziet maak ik nu de voeten ook op een gestreepte manier, zo expressief mogelijk. We moeten het zo expressief mogelijk houden, want dat is waar de klant van houdt en dat is waar de klant voor betaalt. Dus, zoals je ziet heb ik ook al een been getekend soort van. Het is niet helemaal gelukt, zie ik. Ik maak ze even wat dikker, want meneer de Graaf is er nogal wat forse persoon, zo maar te zeggen. Dan kun je bijvoorbeeld al een gesprekje voeren met degene die geschilderd wordt. Bijvoorbeeld of er iets uitvergroot mag worden bij die persoon. Bijvoorbeeld de neus, de oren, de lul, de benen, de voeten, wat dan ook. Nou, meneer de Graaf heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om de voeten uit te vergroten. Dus dan vergroten wij de voeten uit. Cloudvoeten, een soort van. Nou ja, dat ben ik hartstikke goed in natuurlijk, want ik ben een kunstschilder. Daarna beginnen we met de torso, oftewel de onderbeuk met het klingelwerk. Zoals je ziet maak ik het vanaf de huid af ongeveer. Eerst maak ik een sixpack, iets in die richting. Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik dat doe, maar ik maak altijd eerst een sixpack bij mensen. Daarna ga ik gewoon met mijn stift eroverheen, want de personen hebben altijd een shirt aan. Dus daarna teken ik gewoon over het sixpack heen wat ik net getekend heb. Het sixpack dat slaat eigenlijk nergens op, want zoals ik net al aangaf, meneer de Graaf is een redelijk fors persoon. Daarna hetgeen wat aan de torso hoort, de armen. En we houden dat expressieve houden we in gedachten. We tekenen expressieve armen, we tekenen zo'n expressieve manier. Yeah. Expressieve, nou zoals u ziet wordt het schilderij redelijk expressief. Daarna het belangrijkste en het moeilijkste onderdeel van het schilderij, het hoofd. Het hoofd moet natuurlijk in detail getekend worden. Zoals u ziet gebruik ik daarvoor kleine, korte penstukjes. Om het
hoofd zo gedetailleerd mogelijk te maken en het schilderij zo waardig mogelijk te maken. Hoe zit is hier het eindresultaat te zien. Tada! Hoe ervaar jij de kunst? Kunst is als leven. Het verandert met de dag. Kunst is als... Kunst is meer expressie dan dat het iets aangeeft. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat iemand als jij dat begrijpt. Ik voel hem. Hij raakt me, ja. En hoe kom je daar dan zo op? Ervaring. Jarenlange ervaring. Dat is de enige oplossing. Je moet alles ervaren in het leven. Je moet alles doen. Alles willen doen ook. Je moet niet in je eentje ergens gaan zitten en denken van... Ik ga nu het beste schilderij maken dat ooit gemaakt is. Je moet het ervaren. Je moet het zien. Je moet het voelen. En waarom koos je er dan voor om je portret in zijn eigen natuurlijke omgeving te zetten? Is het niet makkelijker om hem juist uit zijn comfortzone te halen? In plaats van nu... Een comfortzone eigenlijk op te zoeken. Ja, inderdaad. Maar ik vind dat, hoe je het zeggen? Ik vind dat een geschilderde altijd beter functioneert in zijn comfortzone. Dat je hem dan ook beter kunt schilderen omdat je zijn aura zie je om hem heen. En wat heeft jou er nu toe gedreven om portretten te maken in plaats van stil leven en abstractheid of de wolken of de rivier? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het is omdat ik mensen interessanter vind dan de natuur. Mensen zijn complexer en de natuur is zoals die is. Ik denk dat ik daarom voor de portretten gekozen heb uiteindelijk. Dat is mooi. Thank you.